Wat vind je ervan als mensen naar de bar komen om te vragen of ze de telefoon mogen opladen? Eigenlijk moet dat gewoon kunnen, want ja, dat is natuurlijk gastvriendelijk. En dan komt zo'n vrouw naar me toe en die zegt, oh, mag ik eens mijn telefoon opladen? Nou, prima. Maar, ik ben je oppas niet, hè? Dus ik ga niet op je letten of je telefoon wel of niet weer ophaalt. Nou, vandaag is het dus weer gebeurd. Deze vrouw heeft haar telefoon gewoon achter de bar laten liggen. Never nooit meer komen ophalen. En nou weet ik niet wat ik ermee moet doen. Moet ik gewoon eventjes naar de politie gaan? Leggen in de gevonden voorwerpen? Of zal ik hem houden en verkopen? Wel een beetje tempting. Laat maar eens weten. Wat denk jij dat het juist is?